Vanuit Brussel schakelen we door naar het volgende kiescollegelid in Londen. Mijn naam is Roy van Run. Ik woon en werk hier in Londen. Ik werk in de financiële sector. Ik heb eerst een tijd in Nederland gewoond en daarvoor gestudeerd. Toen een tijdje in Azië gezeten en in de Verenigde Staten. Nu hier in Londen. Wat een waanzinnig interessante tijd is. Ik ben zelf best wel een politieke junkie. Dus ik vind het enorm interessant wat er hier is gebeurd met Liz Truss, Rishi Sunak, Boris Johnson. Ik heb inmiddels ook al twee staatshoofden hier meegemaakt. Dus het is een waanzinnig interessante tijd om hier in Londen te wonen. En dat is ook wat het voor mij wel interessant maakt naast mijn werk. Ja. En was je daar ook geïnteresseerd in politiek? Of? Ja, politiek is eigenlijk altijd wel een ding geweest. Ik ben lang geleden begonnen bij de JOVD en toen de overstap gemaakt naar de moederpartij, de VVD. En eigenlijk daar altijd betrokken bij gebleven. Vooral opleiding en talentmanagement is een punt waar ik veel mee bezig ben. En het mooie vind ik ook, politiek is uiteindelijk een people business. Je kunt heel veel strategieën schrijven, verkiezingsplannen hebben. Maar als je niet de juiste mensen hebt om dat uit te voeren en op de markt echte gesprekken te voeren met de kiezer, dan heb je ook niks aan hele mooie verkiezingsprogramma's of hele mooie policies. Dus ik heb mezelf altijd bezig gehouden met opleiding en talentmanagement. Ik ben trainer bij het opleidingsinstituut van de VVD, de H.J. van Someren Stichting, waarbij we bestuurders, wethouders, gemeenteraadsleden, et cetera, trainen. Ik publiceer af en toe in het wetenschappelijk magazine van de VVD. En ik doe nog allerlei andere kleinere hand- en spandiensten binnen de partij. Nooit als volksvertegenwoordiger, eigenlijk altijd op de achtergrond. En wat van dingen vielen jou persoonlijk op in het buitenland, waarvan je dacht van, nou, daar wil ik eigenlijk wat aan doen? Wat mij vanmorgen opviel toen ik hier naartoe fietste naar kantoor, toen viel mij op dat ik mij thuis voelde in een land waar ik eigenlijk helemaal niet thuis ben. Dan denk je misschien, dat is toch goed? Maar ik voelde mij hier thuis omdat ik langs Unilever reed en langs Shell. En dat zijn twee hoofdkantoren die nu hier in Londen aan de Theems zitten. Mm-hmm. Maar die vroeger in Nederland zaten. Mm. En als je aan mij vraagt waar deze bedrijven eigenlijk horen, dan is het antwoord Nederland. Dus ik denk dat het een bewijs is van het verslechterende ondernemingsklimaat dat deze twee bedrijven, wat joekels van bedrijven zijn, zijn vertrokken uit Nederland. Dus daar is echt werk aan de winkel. Want dit heeft te maken met banen. Dit heeft te maken met stagemogelijkheden voor studenten en voor jongeren. We hebben de inflatiecrisis gehad in Nederland. En daar zitten we eigenlijk nog steeds in het staartje. En toen hebben we gezien dat het gewoon heel belangrijk is om een goede baan te hebben. En dit zijn twee bedrijven die hoogwaardige banen creëren. En die nu vertrekken. Zijn vertrokken. En de banen die zijn niet direct weg. Uiteraard, maar langzaamaan zie je wel gewoon dat twee grote bedrijven het zwaartepunt van hun operaties aan het verplaatsen zijn naar het buitenland. En daar ligt echt een opgave voor de politiek. Dat is ook waarom ik Nederlanders buiten Nederland de stem wil geven en een oproep wil doen aan die politiek. Zorg ervoor dat Nederland competitief blijft in het landelijke land, in het wereldwijde landschap. Zorg ervoor dat wij onze nationale kampioenen hebben, zoals een Shell, zoals een Unilever. En gelukkig hebben we nog veel meer andere bedrijven in Nederland. Maar hierover maak ik me wel zorgen. We hebben veel om trots te zijn, op te zijn. Maar ook dingen die we kwijtgeraakt zijn. En er is werk aan de winkel. En hoe zie jij jezelf in het kiescollege? Is daar nog een rol voor jou, denk je? Nou, ik zou me er zelf wel hard voor willen maken om uiteindelijk ook bij senatoren die gekozen worden erop aan te dringen dat die Nederlanders die buiten Nederland wonen, en dat zijn de mensen waarvoor ik opkom, want die hebben op mij gestemd en op mijn partij gestemd, dat we opkomen voor bereikbaarheid. Wij wonen allemaal buiten Nederland, maar op zijn tijd gaan we allemaal terug naar Nederland. En dat is niet altijd makkelijk. Dus infrastructuur en bereikbaarheid zijn voor onze mensen die in het buitenland wonen heel erg belangrijk. En als ik dan kijk naar Londen, je kunt hier 4 keer per dag een trein pakken van Londen naar Amsterdam, een directe lijn. En je kunt 16 keer pak een beet op een vliegtuig stappen. En als het nu gaat om duurzaamheid, is het natuurlijk wel een beetje vreemd dat er 4 treinen zijn, maar meer dan 3 keer zoveel vliegtuigen. Terwijl vliegtuigen zwaar vervuilend zijn vergeleken met treinen. Dus mijn oproep ook aan de politiek is: zorg ervoor dat we bereikbaar zijn als Nederland. Ja, en is er nog iets anders wat je eventueel mee wil geven aan de mensen die nu aan luisteren? Digitaal stemmen. Ja. Dat is
door heel veel landen in het buitenland opgepakt. En in Nederland ontstaat er ook een beweging die zegt, hey, eigenlijk best wel gek dat we dat gerommel hebben met al die enveloppen. Wat ingewikkeld is, wat elk jaar ook leidt tot het uitbrengen van ongeldige stemmen, omdat mensen gewoon simpelweg niet weten hoe het allemaal werkt met al die enveloppen die je krijgt. En iedereen die luistert en die dat zelf heeft meegemaakt, die zal dat beamen. Het is best wel ingewikkeld om je stem uit te brengen vanuit het buitenland. Dus als het nou gaat om democratie, dan kunnen we daar nog een slag maken.